Wat is uw verwachting naar de toekomst van het betalingsverkeer? Mijn verwachting is dat er zich nog heel veel ontwikkelingen gaan voordoen, dat er heel veel nieuwe spelers de markt op gaan komen. Dat de consument dus een enorme hoeveelheid keuzes gaat krijgen in hoe hij zijn betaling wil gaan verrichten. Ook voor de retailers. Dat dat wellicht op korte termijn toch gaat leiden tot wat onduidelijke situaties. Maar dat uiteindelijk de consument toch de winnaar zal zijn. Omdat vermoedelijk op een gegeven moment er toch een soort reductie zal plaats gaan vinden van het aantal aanbieders op de markt. Wat verwacht u van die nieuwe spelers? Wat gaan die doen dan? Ik verwacht van de nieuwe spelers dat ze efficiënter zijn, transparanter. En dat ze uiteindelijk het comfort, de betalingservaring voor de consument aanzienlijk zullen verbeteren. En wat betekent dat voor de banken? Voor de banken betekent dat ze heel actief de ontwikkelingen zullen moeten volgen om de ontwikkelingen bij te houden. Want er zijn natuurlijk een aantal niet origineel bancaire instellingen die zich op dit interessante gebied hebben gestort. Dus de concurrentie zal hevig zijn. En de banken zullen goed op hun tellen moeten passen om hier ook een koekje te blijven mee eten. U bent van de Europese Commissie. Wat verwacht u nou van het betalingsverkeer? Nou ja, wat ik verwacht is dat het betalingsverkeer Europees wijd functioneert. Dat we dus niet eilandjes gaan krijgen, lidstaat per lidstaat. Zodat met name in het cross-border gebeuren, ik denk vooral aan e-commerce, dat de consument niet geconfronteerd wordt met allerlei problemen, omdat in het ene land andere standaards worden gehanteerd dan andere. Dus het betalingssysteem zou echt een puur Europees betalingssysteem moeten worden, waar een consument onafhankelijk van waar hij koopt of waar hij woont, gewoon zijn aanschaf kan doen. En wat vindt u uniek aan het congres waar we nu zijn? Ik vind het uniek aan het congres dat het een heel vooruitkijkend congres is. Dat het op een zeer creatieve manier het onderwerp wordt behandeld. Er zit veel humor bij, er wordt veel gelachen, maar er zit ook enorm veel expertise. En wat mij ook altijd opvalt als ik weer uit Brussel in Nederland kom, is dat in Nederland erg vooruit gedacht wordt. Door de banken, door de niet-banken. En dat om die reden in Nederland heel veel te leren valt. Ook voor mensen die uit Brussel komen zoals ik. Maar ook met name denk ik voor andere lidstaten.